Waarom moeten de mensen naar de uitvoeringen van Muziek en Sfeer komen? De mensen zouden moeten komen omdat wij al jarenlang elke keer prachtige muziek uitvoeren. Goede muziek, hele goede muziek, in deze fantastische en sfeervolle ruimte. Hoe kiezen jullie de nummers uit? Wij kijken iedere keer naar het tijd van het jaar. En ook mensen van onze kerkgemeenschap komen hier luisteren. Dus dat is mooie thematiek. Maar ook soms helemaal vrij. En wij proberen dat zo passen dat één kernthema volgt. Dus dat hele programma afgestemd is op bepaalde onderwerp. Hoe is de serie Muziek en Sfeer tot stand gekomen? De serie is tot stand gekomen omdat wij in 2004 daartoe besloten hebben. Vanwege het feit dat wij niet zoveel uitvoerden en wij dat toch graag wilden doen. En omdat dit in eigenlijk onze eigen kerk is, in die zin waar wij allebei werken. Hebben we gedacht, dat is een mooie gelegenheid om toch het vele aan wat wij hebben aan repertoire, om dat te gaan uitvoeren. Waar staan we nu? We staan nu in onze almeloze, fraaie Sint-Georgius-basiliek aan de Bordenstraat. En daar begint binnenkort jullie nieuwe seizoen Muziek en Sfeer. Wat is jullie wens voor het komende jaar? Nou, de wens is dat er nog meer bezoekers zullen komen. Want meer bezoekers betekent ook toch wel iets meer financiële opbrengsten. Hoewel wij geen entree heffen, maar afhankelijk zijn van vrije giften, zal dat natuurlijk toch wel iets betekenen, maar niet genoeg om ook nog weer andere collega-muzici uit te nodigen. Dus we zouden het ook fijn vinden als er een of andere instantie is, of wie dan ook, of mensen privé die zeggen van, nou, wij vinden dat zo fijn en mooi wat hier gebeurt. Ondersteunen jullie met een gift, waardoor wij toch ook meerdere hele goede muzici kunnen uitnodigen. En dat is ook uw wens voor het komende seizoen? Ja, natuurlijk, want onze serie was bedoeld als breder aanbod van verschillende muzikale muziekgenres. Dus wij hadden vanaf het begin niet alleen zelf wilden iedere maand optreden, maar graag ook podium bieden voor goede collega's.